Ik ben Henk Bos van Bos Tuingereedschappen. Inmiddels alweer 14 jaar geleden gestart samen met mijn vrouw. We hebben in het mooie dorp Wassenaar een mooie winkel gespecialiseerd in tuin- en parkmachines. Nou, wij proberen hier een assortiment samen te hebben voor zowel de professionele klant als de particuliere klant. Waarbij de kennis op de werkvloer en het advies wat we kunnen geven hoog in het vaandel staat. Ik vind het erg belangrijk dat de klant, zodra die binnenkomt, echt als klant bediend wordt. Dus hij kan al zijn vragen aan ons stellen. Waarbij het niveau van de medewerkers eigenlijk jaarlijks bijgeschot wordt om in ieder geval iedereen van de juiste informatie te kunnen voorzien. Het assortiment is samengesteld met allerlei aanmerken. Er is veel bedrijvigheid in deze regio, waardoor we een groot professioneel klantenbestand hebben. Dat varieert van ZZP'er tot hovenier, overheidsinstellingen, ambassades, gemeentes, duinwaterleiding, pretparken. Al die bedrijven bedienen wij door middel van een breed assortiment. Van een Velco snoeischaar tot en met een steel tophendelzaag. En achter in de winkel hebben we ook een werkplaats, waarmee we alle machines en gereedschappen die de professioneel gebruikt ook kunnen voorzien van onderhoud en reparatie. Onze missie is werken aan het merk Bos Tuingereedschappen in de regio. Met de juiste merken, het juiste advies en de juiste manier van de klant bedienen. Kwaliteit wint altijd. En de klant is hier echt koning. Bos Las en Metaalwerken ben ik gestart omdat ik merkte dat er behoefte was in het dorp Wassenaar en de regio naar een klein compact las- en constructiebedrijf. In het verleden deden wij dat eigenlijk altijd al in de werkplaats van de tuin- en parkmachines. Maar omdat ik niet wilde dat het ten koste zou gaan van de reparatie van de tuin- en parkmachines, heb ik het onlangs gesplitst naar een andere locatie, 75 meter hier vandaan, waar we een klein compact constructiebedrijf hebben opgezet. Doordat we hebben geïnvesteerd in behoorlijk specifieke machines, kunnen we alles op maat maken, meedenken met de klant en denken in oplossingen. Het bedrijf is zodanig opgezet dat we uiteindelijk kunnen doorgroeien naar 4 medewerkers. Uiteindelijk zal de tijd het leren of in welk tempo dat gebeurt. Maar ik heb er alle vertrouwen in, want we proberen het aan te vliegen vanuit de klanten, vanuit het klantenbestand wat we hier hebben opgebouwd in de 14 jaar met Bos Tuingereedschappen. En vanuit die goede naam proberen we door te bouwen om Bos Las en Metaalwerken ook een begrip te laten worden in de regio. Met Bos Las en Metaalwerken probeer ik de dorpssmid weer terug te laten komen in het dorp Wassenaar.